Yo, wat gasten, welkom bij deze nieuwe server tour. Ik neem het heel snel op, want uh, ik heb vanmiddag opgenomen met Rick. Alleen die opnames zijn zeg maar gewoon mislukt. Um, ik ben nu in de end. Ik um, ben achtergekomen dat wij die ook hebben. Dat je erheen kan op de server, dat wist ik niet eens. Waarom worden dit, worden dit soort dingen mij weer niet gemeld, hè? Godver, godver man. Nou die um, end in ieder geval. Leuk. Ik heb geen idee wat we hier te zoeken hebben verder. Echt niet. Ik heb een waterding gemaakt. Zo van, hé, hey, dan ben je veilig, want ik had mensen geteleporteerd. En die zijn denk ik dood. Ze zijn hier niet. Maar ja, uh, in ieder geval TP Banjo naar Jake. Oh, hij is in de mop arena. Leuk. Uh, Span. Ga even kijken. Want ik weet er zijn nog drie mensen online. Het is nu heel erg laat. En in principe wou ik eigenlijk al lang in mijn bed liggen, want ik moet morgen naar mijn stage. Wat een leven. Dit is trouwens ook nieuw. Oh, leuk. Heeft iemand het geblokkeerd? Weg, 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 weg. Oh nee, het, is, het gat is er nog. Dit heb ik uh, gemaakt. Het is een doolhof bij de span. Kan je hier zo naar binnen. En dan, hè, hey, wat is dit nou? Oh, wacht even, dit moet weg. Foutje. Krijg je Nou, in ieder geval, level 1. Dan heb je hier level 2 met allemaal deuren. Het is heel onhandig als ik dat nu laat zien eigenlijk, maar... Oh. Weet je in ieder geval de... Godverdomme. Shit. Kut kut. Oeh. Kut 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 kut. Kut 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 lava. Hé, nee, klein foutje, minstje. Sorry, sorry. Technisch ongemak. Um, bijna volpen. Oh god, ik verneuk het daar weer. Oké. Okay. Ah, come on. Ja, ja, ja. Jongen, jongen, wat een niveau Bardo. Oh, daar nog. En We zijn klaar. De button. De button, ja. Uh, Godver, de Godver. Ja, ja. Uh, nee. Nee, doe gewoon zo. Dat werkt niet. Damn, Bardo, wat breed jij je zaken goed voor. Oké, okay, dank u wel. Um, ja, ja, hier moeten we zijn. Mooi. Ja, je haalt in ieder geval het hele level daar. Oh, allemaal deuren, leuk. Dan kom je hier uit. En dan heb je dit level. Nou, dit is dus um, het level waarbij uh, je eigenlijk door de lava moet komen zonder te vallen. Vrij logisch. Um, ik laat nu even niet zien hoe het moet. Dan heb je hier het Doolhof. Leuk, <coughs> lava. Lava. Nice, het lukte. Laat even kijken, want ik moet dan uh, hier zo. Ja, ja, oké. Okay. Kut. Uh, Ah oh shit, ik ben verdwaald op mijn eigen level. Oeh, dat is pijnlijk, Bardo. Had ik over na mogen denken. Um, hoe gaat dit oplossen? Gewoon door. Oh, hier. Hallo, dit is het laatste gedeelte. Oké, okay, ik ben dood. Uh, maar in ieder geval, normaal ben je dan niet dood. En dan heb je het level gered! Wat episch. En dan is dat het level. Dat had ik gemaakt, wat een lol. Metro. Zit daar de metro in die ochtendkrant? Nee, zit een wortel in. Oh, wat een gek hier. Weg. Even game mode 1. Huppa, weg ermee. Even een bordje pakken. Wortel. Zo, dus maak dat tenminste thuis. Staat het ook ergens op. Ik weet het daar. Uh, hier zit een hele metrolijn. Maar die heb ik al 30 keer laten zien. Wauw, metro. Doei. Man, op een gegeven moment weet je het ook wel. Charmander. Hoog in de lucht. Altijd mooi. Die staat er ook al tering lang. Gaan weghalen. Ha! Um, dit is nieuw. Dit, even voor serieus. Ja, dit is erop geïnspireerd. Zeker weten. Dit, dit doet mij namelijk heel erg denken aan Dragon Ball Z. Daar heeft ook um, zo'n fel zwarte kerel met een. Of met die kat, weet je wel? Die woont geloof ik hier. Met de kat, ja. Op hem. God op hem. Niet op die ronde bol in de dood. Zeg maar daarvoor. Dan moet je een hele hoge hele paal beklimmen. Dan kom je bij de, een kat met een hele zwarte kerel. Nou ja, dat is echt gewoon pik en pik zwart. Maar ja, in ieder geval uh, leuk. Oh, hallo deur. Hallo kelder. Maar ik ga naar boven naar de deur. Ik denk niet dat we hier nog iets interessants vinden. Wel jammer, want ik had met Rick hadden we echt een kasteel gevonden waar je u tegen zei. <laughs> ja, dan loop je langs en zeg je u. At random. Fuck dat. Kan het wel. Um, ja, dat is ook een stil. Vonden we dus gewoon u uh, doei. Mooie brug zeg. Ziet er goed uit. Ah, nee, helemaal hiervan. Wat staat hier? Minerun, run binnenkort af. Ja, dan staat er ook al een eeuwig uit. Waarom maken mensen die dingen nou niet af? Oh man, als je op de server komt. Of als je jezelf gewhitelist wil hebben. Want we hebben in totaal 4000 mensen gewhitelist inmiddels. En als je dan op de server kan komen en je doet er niks mee, belt je dan alsjeblieft niet aan voor de whitelist. Er zitten heel veel mensen te wachten. De whitelist, elke dag nog altijd heel veel mensen. Dus ja, sorry, we doen ons best. 4000. We hebben 20.000 aanmeldingen. En we doen ons best en het uh, komt goed uiteindelijk. Ja. Kijk nou, een Tarzan-boomhut. Hier is zoveel moeite ingestoken, zie je dat? Iemand heeft hier echt een, echt een trap gemaakt. En in ieder geval, um, dan, dan doe je er dit mee. Niks. Waarom? Ik zie daar weer iets. Dit gaat weer tegenvallen, maar ik ga toch kijken. Alsjeblieft, verras mij. Laat dit laat iets vet zien. Fijn. That's what she said. Nou, that's what I said. <laughs> yeah. Hier is de ingang. Yay! Zo, eens even kijken. Oh, hier kijk eens aan. Ik had ook gewoon hier zo. Hallo. Goedemiddag. Dit is dus ook weer een leeg huis. Waarom? Trollolol, als je een admin dit Als een admin dit ziet, dan mag je je huis al weghalen. Ik heb al een ander huis gemaakt. Groetjes. Neuke 15. En voor duidelijkheid, ik snap je gevoel. Ik maak ook heel vaak een account aan en denk ook van, oh, hoe moet ik hem noemen? Maar je moet hem niet noemen naar de dingen waar je aan denkt. Dat is stom. Dat je neuke. Dan ja, dat wordt mijn gebruikersnaam. Uh, die is al bezet. <laughs> dat betekent ook gewoon dat er andere perverts zijn op Minecraft. Die hebben dus al die naam gepakt. Oké, okay, dit is mooi. Dit is een hele lange brug. Dit wordt wat. Dit, ik ga hier met zoveel vertrouwen naartoe. Je maakt deze hele brug niet voor jouw lul, neem ik aan. Toch wel een beetje. Hier, ook gewoon een random muur. Fuck jullie, ik maak een muur en ik ga weg. Dikke lul. Ah, gasten toch. Oh, zo komen we er niet met een server tour. Kijk daar, daar, daar. Ik zie daar iets op de berg. Een kruis. Gaan we nu echt dit soort taferelen krijgen? Dit is een hele mooie berg. Had dan in godsnaam dat beeld van Rio de Janeiro neergegooid. Maar een kruis. Add random een kruis. En dan, dan doe je dit. En dan, dan uh, stop je ermee. Ja hier. Dit heb ik al geloof ik een keer laten zien. Hele vette speedboat. En dit is ook gruwelijk. Gewoon zo'n high school. Een hele vette, vette high school. Nou, um... Ad random een bed. Kan ook, mag ook, mij maakt niet uit. Dan hier, ik zie hier iets nieuws. Mensen, jullie bouwen echt veel te ver van de stad of ik moet echt die dingen zoeken, dat is niet handig. Alweer de charmander. Oh my god. Het is zo Even kijken, want... Oh god, wat is hier allemaal aan de hand? Dit heb ik al een lange keer laten zien, is er wat nieuws bijgekomen? Dit is ook zo'n verschrikkelijk mooie stad, hè. Echt, al deze huizen worden niet gebouwd, maar er is wel moeite, tijd en aandacht ingestoken. Dat zie je er ook echt aan af. Ah, cool. Mensen hebben wel die seats gepakt, maar plakken ze wel terug. Strenge controle namens Pixel. Ah, cool. De koeien. Even kijken. Dit is ook wel... Oeh, dit... wat is dit? Is dit is zo'n ninja gym. Ik heb hier nooit echt rondgekeken. Dus gaan we nu een keer doen. Valt mee. lava lavabad. Ja, lavabad. <laughs> is Dus even omhoog. Dus even kijken wat we hier hebben daar. En daar is niks. Gewoon een lege kamer. Maar ja, hier, hier. Dit is wel cool. Een, een um, LSD-kamer. Daar kan je mooi trippen. je eentje zo. Oh, wow, what the fuck, bij mij. Maakt niet uit. Het gaat om die twee. Dan gaan we naar buiten. En ehm. Um, ja, ik weet als we dit pad volgen komen we bij de, de end uit. Heet dat toch? Dat dus heet dat toch van die uh, ja, end. Heet gewoon die end. Fuck jullie. Als het niet zo heet fuck jullie. Oh, dat is een hele mooie toren. Fucking vet. Dit is echt een van de mooiste plekken van de server gewoon. 100%. En hier is hij ergens mee bezig. Ik weet nog niet wat, maar het ziet er wel mooi uit. Is even rondvliegen hier nog. Heeft hij nog meer gedaan dan dat? Het <laughs> klinkt echt heel ondankbaar. Heb je nog meer? Ik wil meer. Dit is kut. Ik wil heel veel meer. Van die irritante vijfjarige meisjes op verjaardagsfeestjes. Dan geven ze een cadeau en dan... Nou leuk. Ik wou eigenlijk dit. En dan moet je een bonnetje geven. Man, dat zijn sommige mensen irritant. Hallo meneer. Oh kijk eens, de Town hoofden Die zijn beschikbaar. Hij heeft Matthias. Een guy. Beuzan. Stupid Gameplay. Kale Die gek heeft. Hoe heet hij nou? Ja, die is heel bekend. Ik weet niet jullie het. Dat ben ik. Hallo, ik ben een schaap. En dat is Jordi. Dat is Jordi. Fuck <laughs> Oké, okay. hallo Bardo. Hallo, Jake. En overigens, gisteren uh, bij uh, de Tacket video hadden jullie het gewoon goed geraden. Het was inderdaad de kleine zeemermin die ik aan uh, naspelen was. Hier is niks. Ofwel, was er nou iets of niet? Ja, hier is wel iets. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Holy shit. Disco schapen. Oh nee. Oh nee, 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 shit, Shit. Oh, kat, ga uit. Ga uit of dood. Ga uit of dood. Als hij eruit komt. Goed zo, ga dood. Oké. Ik pak dat blokje wel op. Niemand heeft hier ooit iets van gezien. Um, dan hier eieren. Leuk. Trippende kippen. Oh, um, ik. Ja, wat een <laughs> geweldig feest. Oké, okay, die kan weg. Um, waarom doe ik het ook met emeralds? Dat is veel te... Zo van, ja, hier heb je een emerald. Haha, Jordi wordt boos. Dat moeten we niet hebben. Um, ja, in ieder geval, de kleine zeemind deden we gisteren na. En um, vanavond komt er een nieuwe speed art online van Bart. Wel vet gedaan met die borden, hoor. Tering, dit is wel vet. Ook heel groot. Holy shit, wat heb jij veel tijd doorgestoken in de server. Kijk mensen, dit is nou een keer iets goed inrichten. Gewoon echt lekker veel. Kan ik hier een server tour opnemen? Heb jij bij me meegeholpen aan de video? Man, wat is dat makkelijk. Allez, oh, je doet het niet. Waarom nou niet? waarom nou niet? Ja, ik bardo, ik ben niet gewhitelist. Oh, daar komen de reacties. Ik heb erom gevraagd. <laughs> Weet je wat we doen? Laat je Minecraft naam achter in de reactie beneden. Uh, en geef een goed duimpje als je dat doet. Dan ga ik een paar namen kiezen. Ik check het of je het hebt gedaan en ga abonneren op bij je bij je natuurlijk, bij je movies. <laughs> Dit is een ander kanaal. Um, en dan, als jij dat doet, dan dan nomineer ik jou als kanshebber voor een whitelist. Dit is heel vet, geloof ik, toch? Hier, dit, hier heb ik hem meegebouwd. Ja, kijk, 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 alles open. Zo van, uh, kijk, alles dicht. Ja, ja. En dan, goeie avond dames. En dan de benen gaan. Open, oh. open, oh, kom op. Ach, oh, godverdomme, ze blijven nog dicht ook. Godverdomme, ze weten dat het een seksistische opmerking was. Leuk, pompoenen. Holy shit. Moet ik ze nu terugplanten? Ik weet niet. Ik, ik, ik ga het lekker niet doen. Ik pak ze allemaal op en ik ga weg. Ik kom nooit meer terug. Mensen, dat vind ik ook zo stom. Heel vaak. Goede middag, Lantaarnpaal. Maar uh, heel, heel vaak hebben mensen gewoon niet door wat een Lion King citaat is. Kom op, mensen. De Lion King, een van de meest legendarische films aller tijden. Wat is dit? Wat? Wat heeft hij gedaan? Deze zag ik niet aankomen. Nou Jake, uh, je hebt in ieder geval best goed de, de uh, video tot nu toe weten te vullen voor mij. Dankjewel. Holy shit. Holy shit. Hoe de fuck heeft hij dit gedaan? Um, hij is ongelofelijk. Dit is wel heel vet. Gewoon nog eens. Dat is ongelofelijk. Hoeveel tijd we hier kwijt. Oké, okay, ik wil dit weten. Waar gaat dit heen? En dan ronden we het ook een beetje af hoor, want ik moet slapen. Ik moet morgen gewoon vroeger uit, mensen. Sorry. Het is, punt is ik moet zeg maar, je kan op YouTube nu uploaden met een getimede upload. En daardoor uh, moet ik zeg maar nu uploaden. Nee! oh kut. Nou oh, zit hij vast. Fijn. Um, en daar moet ik gebruik van maken, want morgen kan ik niet uploaden. Wat? Heeft hij een trap erop gezet? Puur om hierheen te komen. Dan dan ben je al echt veel te luxe bezig. Sorry hoor. Maar als je dit doet. Gewoon zo. Ja, hier. Ik gooi hier gewoon mijn rails neer. Dit lul. Heel spoor. Oh, dit is zijn geheimen. Dit is zijn geheime shit. Bardo, heb jij geen school? Nee, dat was ik net te vertellen, Jake. Ik uh, ben bezig nu met Want Ik wil zo slapen. Wat een tegenvaller. Wat een afknapper. TP. Bardo naar Jake. TP, banjo, nee, Jake. Oh, natuurlijk. Ja, voor mij zit een frapsgetal eroverheen. Dat rode getalletje voor mij. Dat zien jullie niet, hoop ik. anders <laughs> vroeg de rand ik hem helemaal fout. Oeh! man. Wat ben ik een sukkel eigenlijk? Ik had al lang moeten pitten. En het gekke is, ik kwam hier ook binnen. En dit is slechts één kamer. Hè? Dit is wat wij nu hebben bestudeerd. En we hebben niet eens alles gezien. We gingen te vroeg rechtsaf. Maar dat is één kamer. Ik bedoel hier. Wat hebben we hier nog? Ik ga het heel klein bekijken, heel snel zo. Wauw, een creeper. Kom, Jake! Moet je kijken! Hoe weet hij dat? Hij hoorde hem, hij hoorde hem. Wat een bitch. En heeft hij dit ook allemaal in orde? Nou ja, ja, ja. Even kijken wat er staat hier. Warning! Super awesome! Super awesome blazer Spawner Tour! Oh my god, Bardo! Je had het eigenlijk al lang af moeten ronden. Laten we dit toch doen! Hoe kwam die creeper daar? Ja, ik heb geen idee. Ik draai hem om en ik zie hem en ik denk: oh mijn god! Ja, dat dacht ik. Meer niet. Woep, woep. Laten we erheen gaan. Kom op, is het een lange rit of een korte? Oh, we gaan de rechts. Oké. Okay. Oh, het geeft woordelijk. Dat is een rare bocht. Dat had hij anders kunnen maken, denk ik. Sowieso heel cool, al die paddenstoelen en zo. Man, vroeger stond ik nog op paddenstoelen heen te dansen. Dacht ik dat er een kabouter onder woonde? Ja, tegenwoordig zit ik gebouwd te plop, gewoon plop, plop, plop. Man, daar word ik depressief van. Snap ik niet dat mensen dat leuk vinden? Ik weet het, daar kijken alleen maar kinderen naar. Daar vinden jullie niet in te wrijven, hoor. Bollen, rode bolletjes. Nou, goedemiddag. meneer. Hey, godverdomme. Doe eens normaal, idioot. Fijn, jongens. Die ook wel even kunnen vragen of ik uit mijn karretje wil gaan. Laat je niet meer weer zien, droplul. Zo, we komen er denk ik. aan. dit heeft hij ook helemaal gemaakt. Goedendag. Wat zit hierin? Ah, Minecart. Oké, die is ook wel aankomen. Ah, dit is om zo'n Witter te spawnen, toch? Laten we dat doen. Ja! Hé, nee, 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 ik kom wachten dat ik mijn Godmode uit heb. Slash GM. Ah, leuk. Gaan we het weer zo doen, ja. Bitch. Oké, okay, so die heb ik nodig. En ik heb Wither Heads. Daar heb ik er 6 van. Oh, kom op. Ik weet het. Dit is misschien een beetje lang en raar. Want ik had de video lang af willen ronden. Holy shit, waarom maak je zoveel gangen? Jake! Oh. We hebben meer mensen nodig als jou op de microserver, denk ik. Want dit is wel... Ongelooflijk, je hebt me goed geholpen met deze video. Dankjewel, Jake C. Kring! Oké, okay, eens even... Eh, eh, ik wil nooit daar verslaan. Waarom doet hij niks? Is hij kapot of zo? What the fuck? Huh? Hij blaast alles op. Oh shit. Jee, hey, fuck. Hij hey, dood. dood, dood, dood. Hoe heeft hij dat gedaan? Want Jordi heeft zeg maar ingesteld op de server dat hij niet alles kan opblazen. En dan bedoelt hij, daar bedoel ik mee de witter natuurlijk. Dat een witter... Um... Wat zou hij doen? Want hij valt mij nu niet aan. Maar dat komt denk ik... Oh shit, hij is een beetje kapot. De brug. Maakt niet uit. Nobody knows. Goedendag. Zo, dat gaat snel. Oké, okay, dat gaat heel snel. Oké, okay, kijk, nee, gelukkig de witter die schiet alleen niks blaast zich op. Hallo. Let op, hè. Wapa! Nou, dat was een mooie dood. Dat was een spectaculair. Oeh. Mijn gasten bedankt voor het kijken. Ik ga stel de video ik ga lekker pitten en morgen staat hij lekker online. Uh, vanavond is er een nieuwe video uh, van de Art. Morgen zijn we er weer. Ik weet, uh, Versus is er morgen in ieder geval. Ah, het is weekend. Maandag zijn we er weer met de nieuwe Tech It videos de Zondag is er nog een co-op-video. Zaterdag is geloof ik een gasrol. Ik weet het niet zeker. Maar dan komt wel goed. Veel kijkplezier. En onthoud, als je verdrietig bent, dan uh, is dat kut voor je. Ho